Bedankt voor de lift. Bedankt voor de lift. Ik zie jullie zo meteen. Oké, doei. Hoi, ik ben Jay en dit is mijn maatje Fleur. We zijn hier bij de Invictus Game in Zuiderpark. Let's go! Zin in! Oh, you are English? Yes. Thank you. Bye! Super vet! Is dat cool? Wow! Dit is vet! Wow. Laten we verder gaan, kom. Oh, hier moeten ze rennen. Oh, drie, twee. Oh, de directrice? Zeker. Wat houdt de Invictus Game eigenlijk in? De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen, veteranen noemen we dat ook wel, die met elkaar sporten om een vervolgstap te maken in hun revalidatieproces. Dus dat is eigenlijk weer een beetje beter worden nadat je natuurlijk toch een beetje gewond bent geraakt. Hi, this is Zachary. Hi. And this is Hamish. Hi. Hi. Okay. Why are you here? I am participating in the games to help me with my mental health and my physical injuries that I sustained whilst being in the military. Does it help the sport? Oh, absolutely. The sport has been amazing. For me, I think it helped me to become not only a better person within myself, but a better mum for these guys, and a better wife, and a better friend, and just a better person within the community, because it helped me to realize my strength and my passion again. Ta-da! I love it. Goodbye. Bye. Toen ik binnenstapte hier, dacht ik echt dat is echt heel mooi. En toen zag ik al die mensen lopen van het leger en toen dacht ik ook echt cool. En nu kan ik eigenlijk niet echt nagaan dat er mensen hier komen die in de oorlog hebben meegemaakt. Dus dat vond ik gewoon echt al heel bizar. En daar is het Nederlands team. Zo. Hallo. Hallo. Hey. Misschien is het een beetje een onbeleefde vraag, maar hoe is het gekomen dat u in een rolstoel bent? Ik heb een voedselvergiftiging gekregen in Afghanistan. Oh. Die was nogal pittig. Oké. Okay. Helpt sporten voor u? Ja, absoluut. Sporten verbindt mensen. En dat zie je hier ook op het terrein van de Invictus Games. We hebben 20 landen en ongeveer 500 deelnemers. En we hebben allemaal de gemene delen dat we hier mogen zijn. En dat we hier mogen sporten voor ons land, voor onszelf, voor elkaar. Ik ben gewond geraakt in mijn missie als militair en ik gebruik dit om weer te gaan bewegen en zo een beetje meer structuur in mijn leven te krijgen weer. Ik heb moeite met harde geluiden, met joelende mensen. Nou ja, dat probeer ik hier te overwinnen. Weet je wat ik heel belangrijk vind, is dat dus de kinderen of de mannen en de vrouwen van de militair die gewond zijn geraakt, dat die ook met elkaar hier daarover kunnen praten. Ik heb kinderen en die zijn voor mij zo belangrijk geweest. En die hebben mij geholpen toen ik echt heel slecht was. Toen was ik echt heel ziek. En toen hebben zij mij er doorheen gesleept. En dit is een mooie afsluiter voor ons allemaal. Ik vind het knap dat alle mensen die gewoon mee hebben gedaan aan die oorlog daar gewoon door blijven zetten. En niet opgeven of zo. En heeft u in de oorlog meegedaan? Ja, er was een oorlog in Afghanistan. Ja, daar ben ik bij geweest. Drie keer. Wat vond u daarvan? Ja, oorlog is vreselijk. Daar ken je eigenlijk alleen maar verliezers bij. Er zijn geen winnaars, alleen maar verliezers. Hoopt u dat er veel kinderen komen hier? Ik hoop natuurlijk dat er heel veel kinderen komen. Ook om het verhaal te vertellen dat de vrijheid niet vanzelf komt. Jullie hebben al denk ik vast wel meer gedaan rondom vrede en vrijheid. Dus vrijheid gaat niet vanzelf, dus dat is natuurlijk iets wat ook heel goed verteld moet worden aan kinderen, dat we eigenlijk met elkaar weten dat we elkaar allemaal heel hard nodig hebben om de vrijheid in de wereld te bewaken. Ik vind het hartstikke leuk dat kinderen durven en doen en ik vind het geweldig wat jullie doen en ik hoop ook dat jullie nooit je droom laten stelen en altijd gewoon lekker blijven gaan en genieten van het leven en dat vind ik belangrijk. Dus ik ben voor de kinderen. Doeg. Wij vonden het super vet om bij de opbouw van de Invictus Game te zijn in Zuiderpark. Zaterdag zit het hier propvol. En het V-team is het er natuurlijk ook bij. Dus nu, doei.